Archeologie is een beetje geologie, chemie, antropologie, sociologie en geschiedenis. Het ligt op de grens van humane wetenschappen en exacte wetenschappen. De nadruk ligt op materiële cultuur. Wat kunnen dingen, ruïnes, stenen werktuigen en afval uit een keuken van de middeleeuwse herberg ons leren? Je wint zwaarde munten op grote steencirkels en je vraagt je af wat is hier gebeurd en waarom. Het doet een beetje denken aan crime scene investigation. Een sigarettenpeuk, een verschoven tapijtje, een glas met vingerafdrukken. De agenten in deze serie zien een heel verhaal als ze een kamer binnenkomen. Archeologen zijn ook detectives. Wat vertellen materiële dingen ons over de samenleving? Als we vandaag iets onderzoeken, gebruiken we vooral tekst, krantenartikelen, boeken, internet enzo.